Waarom klinkt een liedje uit de jaren 80 nou zo enorm jaren 80? Dat heeft meerdere oorzaken, maar het nu volgende instrument is er zeker eentje van. Dit is Bart Studio met wederom een apparaat dat de popgeschiedenis heeft beïnvloed. Met vandaag de Roland D50. Hij staat hier voor mijn neus. Een synthesizer die in 1987 als volgt werd geïntroduceerd. The Bold New Force in Digital Sound Synthesis Technology. Wauw, dat is een hele mond vol. Het klinkt heel futuristisch en dat was het ook wel een beetje. Kijk naar het apparaat zelf, van die langwerpige, hippe jaren 80 knopjes. Als ik dit tune start, dan lijkt het toch net de cockpit van Kit uit Knight Rider, of niet? En dit lettertype dan, D50 Linear Synthesizer, van die hoekige letters. Een soort Back to the Future-achtig. Maar goed, hoe die eruit zag is niet zo heel belangrijk, hoe die klonk des te meer. Heel veel hits eind jaren 80 werden ermee gemaakt. Waaronder deze, ik ben benieuwd of je deze herkent. Laat dat achter in de comments. Herkenbaar, toch? Er volgen nog veel meer voorbeelden, maar eerst wil ik even wat vertellen over dat ding. Een grappig detail, kijk even mee. Het is te technisch om uit te leggen, maar de hoeveelheid geheugen in een synthesizer toen de tijd, 1988, bepaalde mede hoe echt een piano of een baslijntje of een viool kon klinken uit dat ding. In de D50 zat 128 kilobyte. Ik teken bewust een dikke grafiek, want het was flink wat geheugen, daar betaalde je ook veel voor. Alleen anno nu, 2021, als je een smartphone koopt, ik heb hem proberen te tekenen, van 128 gigabyte, 1 miljoen keer zoveel geheugen is dat. Niet normaal, toch? Laten we snel wat voorbeeldjes gaan luisteren. Het eerste voorbeeld wat ik je ga laten horen is gelijk van een hele grote muziekheld. Don Henley. Hij ging solo en gebruikte toen ook volop de Roland D50. Ik kan nu even op het apparaat preset 11-1-1 invullen. Preset is gewoon een geluidje wat standaard vanuit de fabriek erin wordt gezet. Meer is er ook niet aan gedaan. En ik probeer hem nu mee te spelen en dan zul je horen dat het geluid exact hetzelfde is. Let op, ik speel eerst. Hoor je, gelijk nu. Nog eentje, maar dan andersom. Ik ga eerst spelen. Kan je een beetje raden misschien welk liedje het is. Al is deze wel pittig. Let op. Ik speel de Foreigner. Hoor je dat het exact hetzelfde geluidje is? Om hem iets zachter te zetten en meespelen. Michael Jackson maakte heel veel gebruik van het ding. Het was 1987, deze was net uit. En in 1987 kwam ook Michael met het album Bad. En er stond onder andere deze op. Het geluid natuurlijk van... In the Mirror. Dit is Liberian Girl van Michael Jackson. Let op dat zweverige geluidje hier. Nou, wat ik je nu ga laten horen is ongelooflijk jaren 80. Maar je moet er wel van houden. Trompetten, blazers kwamen toenertijd gewoon uit de synthesizer. Het is Paula Abdul. En nog een voorbeeld. Luister even naar Tell It To My Heart, Taylor Dane. Ik moet eventjes een klein stukje verder spoelen. Even kijken hoor. Daar zit namelijk exact hetzelfde geluidje in. Luister even mee. Ik speel even niet. En dan hebben we het de hele tijd over de jaren 80. En dan ben ik gewoon nog één dame vergeten. Daar ga ik mee afsluiten. Deze mag niet ontbreken. Don't preach. En dat waren alle voorbeelden die ik je nu hier laat horen. Hier zie je de complete Spotify playlist met alle nummers die gemaakt zijn met dit fantastische apparaat. De Roland D50. Ik ga hier nog even genieten van het mooie ding. Meespelen.